Den Haag FM, het is 10 minuten over 10. Dit is dossier Mastenbroek. Het is hartstikke live allemaal. Het is woensdagavond 9 februari 2022. Als je het inschakelt, welkom. 92.0 FM via de ouderwetse etherantenne. Misschien wel de autoradio of thuis gewoon lekker op die transistorradio. Zit je nog even te luisteren naar Den Haag FM? Of anders wereldwijd zelfs natuurlijk op denhaagfm.nl. Fractievoorzitter Fatima Fahit van de Haagse Stadspartij neemt het wederom op voor Haagse sekswerkers. Ze stelt dan ook op haar Twitter-account sowieso dat sekswerk werk is. Ze komt daarmee op voor de belangen van deze groep. Een kwetsbare groep. Fatima, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, mensen hebben in coronatijd weer kennis genomen hè, van de term, als ze die niet al kenden. Sekswerkers, in onder andere de persconferentie van de minister-president werd dat natuurlijk meermaals genoemd. Sekswerkers moesten stoppen of konden weer beginnen. Allereerst maar eens, Fatima, hoe hebben de sekswerkers de coronacrisis doorstaan en beleefd? Was er voor hen bijvoorbeeld ook een compensatieregeling? Weet je dat toevallig? Nee, het was echt heel dramatisch. Ik heb zoveel mensen gesproken. Het was heel dramatisch, want heel veel sekswerkers die kregen gewoon een bon van 10 euro van de Jumbo en daar moesten ze het mee doen. Dus ze kregen eigenlijk een aalmoes. Weet je, die kwamen niet in aanmerking voor de TOZO of weet ik veel wat voor regelingen er allemaal waren. Dus heel veel sekswerkers zijn echt zwaar in de problemen gekomen. En sekswerk is in Nederland eigenlijk ook best wel gecriminaliseerd, hè? Ze hebben minder rechten dan andere ZZP'ers, om het zo maar even te noemen. Dus het zijn echt schrijnende situaties. Dus veel armoede. Ze konden hun huur niet meer betalen. Zijn hun huis uitgezet. Sommige vrouwen en mannen hebben kinderen. Die werden dakloos. Het is best wel heftig. Als je je verdiept in de levens van sekswerkers, dan schrik je eigenlijk best wel hoe we naar hun kijken. Ja. Heb je een beetje een goed beeld van de sekswerkers in Den Haag? Bijvoorbeeld, hoeveel werken er nou legaal? En zijn er bijvoorbeeld nu ook in coronatijd veel toch wel weer de illegaliteit ingegaan? Nou ja, weet je, het punt is natuurlijk dat sowieso heb je zeg maar het verhaal van vergunde werkers en niet vergunde werkers. En dat is eigenlijk best wel al problematisch, omdat zij moeten aan zoveel extra eisen voldoen. Kijk, als ik morgen ZZP'er wil worden, dan schrijf ik me gewoon in de Kamer van Koophandel, doe ik gewoon mijn ding. Weet je, of ik dan naar thuis doe of whatever. Maar zij moeten aan zoveel eisen voldoen, hè? Dus bijvoorbeeld, zij moeten allerlei gesprekken gaan voeren met de politie, met de gemeente. Uiteindelijk heeft de rechtbank, de Raad van State ook uitspraak gedaan dat dat eigenlijk niet kan. Dus de gemeente Den Haag die dwong ook sekswerkers voordat ze gingen werken om met een gemeenteambtenaar te spreken. Dat is best wel heftig, hè? Dat je bedenkt van, nou, ik ga gewoon aan het werk en dan moet ik met een gemeenteambtenaar, wie is dat? Die moet dan gaan beslissen of ik wel of niet mag werken, of ik wel of niet mensenhandel doe, hè? Dat was dan het idee. Uiteindelijk heeft de Raad van State besloten van, nou, het is illegaal wat de gemeente Den Haag doet. Dat mag eigenlijk niet, weet je, als mensen zich gewoon inschrijven in de Kamer van Koophandel. Maar je hebt zeg maar vergund en onvergund. En we zien dat heel veel mensen die onvergund zijn, weet je, dus nu geen vergunning krijgen. Ja. Ja, die zijn natuurlijk allemaal wel in de illegaliteit verdwenen. Want je moet gewoon leven, hè. Laten we gewoon eerlijk zijn, hè. Je moet gewoon je kinderen eten geven. Je moet je kinderen naar school brengen. Je moet zorgen dat je kinderen fatsoenlijke kleren hebben. Je moet zelf je huur betalen. Je moet zelf eten. Ik kan je vertellen dat er best wel heel veel sekswerkers toch in de illegaliteit. En dat is heel problematisch. Ja. Want we proberen namelijk als zeg maar sekswerkers en als transwerkers
proberen we nou juist van maak het nou niet crimineel. Zorg nou dat we fatsoenlijke rechten hebben, arbeidsrechten ook. Zodat we gewoon ook niet gedwongen worden om in die illegaliteit. Illegaliteit betekent dat elke weerdo die je langskomt. Hè, we hebben op 1 januari hebben we natuurlijk een hele heftige situatie meegemaakt. In dat hotel in Wassenaar. Ja, in Wassenaar inderdaad. Is een transwerker Door haar partner om het leven gebracht. Dat heeft heel veel. Dat was een heel grote shock binnen het sekswerk en binnen het transwereld. Was echt een hele grote shock. Omdat we mensen ook dwingen om bij, zoals ik het zelf zeg, weerdoos te blijven. Kijk, als je geen huis kan krijgen omdat je sekswerk bent of omdat je trans bent. Als je niet fatsoenlijk kan werken, dus het enige wat je kan doen is sekswerk. En voor mij blijft gewoon het staan, sekswerk is gewoon werk. We moeten het decriminaliseren. Ja, dan jagen we hele kwetsbare mensen die gewoon een plek verdienen in de stad. Hè. Wij zijn Haagse Stadspartij. We zijn er voor iedereen in de stad. Dus ook voor de gemarginaliseerde groepen. Ook juist voor deze groepen. En ik snap dat heel veel mensen denken, ik weet niet waar die vrouw het over heeft. Snap ik. Weet je wel? Maar iemand moet wel voor deze mensen opkomen. En ik weet zeker dat de gemiddelde Hagenaar, als ze weten van waar deze mensen tegen op moeten boksen, dat ze eigenlijk ook allemaal zeggen van, kunnen we dit niet een beetje fatsoenlijk regelen? Ja, en toch lijkt de gemeente Den Haag constant in de macht te zitten met sekswerkers. Ze zien bijvoorbeeld de zogenoemde raamprostituees op een centrale plek, bijvoorbeeld bij de Binkhorst. Ja. En dan worden ze eigenlijk letterlijk een beetje weggestopt. Begrijp je wel dat ze bijvoorbeeld sekswerkers het liefst toch op een plek hebben waar bijvoorbeeld geen mensen wonen of kinderen spelen? Nee, om heel eerlijk te zijn, kijk, het punt is, kijk, sekswerk is in mijn beleving zo oud als de wereld, weet je wel? Zo oud als dat wij met elkaar bestaan, hè? Dat we zeg maar een samenleving hebben gevormd. Ja. Sekswerk gaat dus heel ver weg, hè? Dus dat is een deel van onze menselijke geschiedenis. En wat we natuurlijk altijd gedaan hebben, is deze in de eerste instantie vrouwen. Maar sekswerk is natuurlijk niet alleen vrouwen. Hè. We hebben ook mensen die zeg maar beperkt zijn. Hè. We hebben ook sekswerkers die zich primair richten op mensen die zeg maar een beperking hebben. Dat weten ook heel veel mensen niet, hè, weet je wel. Die doen heel goed werk. We hebben ook mannelijke sekswerkers. We hebben transsekswerkers. Dus er is een palet aan keuze, zeg maar. En door de hele tijd te marginaliseren, doen we net alsof deze mensen geen waarde leveren aan onze samenleving, aan onze stad. En dat is niet zo. Kijk, er zijn een aantal politieke partijen die bedacht hebben van sekswerkers moeten naar de randen van de stad. Wij zijn daar geen voorstander van. Want dat is ook gewoon gevaarlijk. Weet je wel? Als je mensen naar de randen van de stad, dan moet je heel veel dingen regelen om hun veiligheid te garanderen. Sekswerk is best wel gevaarlijk werk, omdat het gecriminaliseerd is. En wij zijn eigenlijk altijd tegen de verplaatsing van de raamprostitutie geweest naar de Binkhorst. Niet omdat wij daar een persoonlijke dingetje over hadden, maar omdat we van heel veel sekswerkers te horen kregen dat zij dat liever niet wilden. Onveiligheid speelt ook. Onveiligheid. Er was maar één route daar naartoe. Weet je wel? En het is ook gewoon compleet mislukt. Daar hebben we miljoenen tegen aangegooid. Die miljoenen hadden we kunnen gebruiken om de straten die we nu hebben en de wijken daaromheen
Hè? Want ik ontken helemaal niet dat als mensen in de wijken daar omheen wonen, dat ze daar overlast van kunnen ervaren. Dat ontken ik niet. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Dus de miljoenen die we hebben besteed aan onderzoek, hè? Want we hebben niks gedaan. Hè? We hebben 4 jaar lang onderzoek. Dat heeft 4, 5, 6 miljoen euro gekost. Er is nog 1 miljoen over. Ik heb gevraagd van kunnen we dat 1 miljoen in godsnaam gebruiken voor veilige plekken voor transwerkers. Nou, die motie heeft het niet gehaald. Want dan gaan we plantenbakken ergens neerzetten. Maar al die miljoenen die we hebben gebruikt voor het nadenken, laat ik het zo even zeggen, nadenken. En we zijn al 10 jaar bezig met nadenken. Die hadden we ook kunnen investeren in goede arbeidsomstandigheden. Hadden we goede, veilige plekken kunnen maken voor de mensen die nu moeten werken in de bestaande straten. Wij zijn niet per se voor uitbreiding van de straten. Wij zijn wel voor uitbreiding van vergunde plekken. Ja. Ja, je geeft aan. Want weet je, het punt is, ik denk wel eens dat. Kijk, mensen die gemarginaliseerd zijn, zo denken wij erover. De stad is van iedereen. Hè? Wij zijn een stadspartij, dus wij geloven in Den Haag. We zijn ook trots op Den Haag. We willen Den Haag beter maken. Maar iedereen die in Den Haag leeft of iets doet, die verdient gewoon een plek in Den Haag. En sommige dingen moet je heel goed over nadenken. Moet je ook met de mensen waar het over gaat, in dit geval sekswerkers, transwerkers, gewoon heel goed over nadenken van hoe kunnen we jullie positie verbeteren. En dan moet je ook andere mensen bij betrekken. Maar sorry, als ik het zo zeg, de flauwekul over mensenhandel, er is helemaal nog nooit een aangifte gedaan bij Comensa in Den Haag over mensenhandel. En ik vind dat shocking. Want dat betekent dus dat je gewoon met framing bezig bent. Dat betekent dat je bezig bent met een soort ideologie. En niet per se met het positie verbeteren van mensen. Kijk, als morgen een sekswerker tegen mij zegt van hey Fatima, ik wil uitstappen, dan ben ik de eerste die tegen die persoon zegt, weet je wat, ik ga je brengen waar je naartoe moet en ga daar je ding doen. Ja. Maar als een sekswerker morgen tegen mij zegt van hey Fatima, ik wil gewoon werken, want dit is mijn werk, weet je wat, dit is het, ik ben evenveel waard als andere mensen, dan ga ik ook zeggen, ja, je bent evenveel waard. En dan ga ik je ook helpen. En dat is eigenlijk altijd wat de Stadspartij voor ogen. Niet alleen voor sekswerkers, maar juist ook voor. Want het is een van de. En zeker transwerkers. Mensen die transseksueel zijn. En daardoor ook vaak gedwongen worden. Omdat ze geen baan krijgen, omdat ze geen huis krijgen. We moeten niet net doen alsof. We heel tolerant zijn als samenleving. Dat zijn we niet. Maar zeg je nou dat mensen met een trans achtergrond sekswerker worden omdat ze in het reguliere bedrijf geen baan kunnen vinden? Ja, het is een van de redenen. Het is een van de redenen. Kijk, we doen natuurlijk in Nederland alsof we heel tolerant zijn. Maar dat is niet zo. Het is heel moeilijk voor transwerkers. Hè, als je in transitie zit, is het heel moeilijk om een baan te vinden. Het is een hele kwetsbare groep. Die vinden bijna geen baan. Gewoon een fatsoenlijke baan, hè, dat je ervan kan leven. Ik heb het niet over vrijwilligerswerk of zo. Als je op zoek bent naar een huis, zeg maar. Iedereen weet de woningnood. Dat is voor iedereen drama. Dat is weet een je? Drama, je, ja, absoluut. Ja, het is gewoon echt een drama. Dat is voor iedereen, hè? Niet alleen voor transwerkers. Maar als we kijken naar transmensen, ja, dan
kunnen zij achteraan aansluiten. Zij zijn de groep die het minste in aanmerking komen. Dan denkt zo'n huisjesmelker, want dat zijn het natuurlijk heel vaak. Die denkt, nee, ik wil liever 1800 euro van dat gezin met twee kleine kinderen vragen. Die zich helemaal de tering moeten werken om die 1800 euro op tafel te leggen. Dus het systeem is zo ook dat sommige groepen ook gemarginaliseerd worden. En als je door het systeem gemarginaliseerd wordt, dan kunnen wij, dan kunnen we eigenlijk als stad, denk ik, en ik weet zeker, want Den Haag is rauw, weet je, we hebben de hart op de tong, we zeggen waar het op staat. En als we iets achterlijk vinden, om het zo maar te zeggen, dan zeggen we ook dat het achterlijk is. Maar Den Haag is ook de stad die eigenlijk altijd probeert te zorgen voor iedereen die in hun binnen hun grenzen woont. Ja, maar ik wil toch nog even terug, naar het feit dat je zegt dat mensenhandel, daar is er nooit een aangifte van geweest. Maar zeg je daar maar eigenlijk bij dat iedereen die, om het zo maar te zeggen, achter het raam zit, dat hij daar echt 100% dan... Het punt is, mensenhandel, als je naar de rapportages van rapporteur, we hebben in Nederland rapporteur mensenhandel, weet je wel, die houdt dat allemaal bij. Als we gaan kijken naar de cijfers, dan moeten we eigenlijk constateren dat in de vleesindustrie, op het Westland, dat eigenlijk veel hogere cijfers van mensenhandel zijn. Ja, daar worden mensen uitgebuit, daar zitten mensen zonder papieren, whatever. Weet je? En er zit een norm op sekswerk. Begrijp ik. Ik begrijp dat, weet je, dat mensen er even over moeten nadenken van, ik moet hier anders over nadenken, want we hebben 300 jaar een bepaald beeld gekregen. Maar de cijfers geven aan dat al die organisaties, er zijn een aantal organisaties die de hele tijd lopen te roepen, oh ja, mensenhandel, bla bla bla, maar we hebben ook Comensa in de stad. Er is ook een organisatie die specifiek gaat over mensenhandel. Ja. En die constateert dus, want ik heb daar heel veel contact mee, die constateert dus dat ze wel heel veel aanmeldingen krijgen vanuit bijvoorbeeld het Westland of de vleesindustrie, de bouw, whatever. Maar niet van die organisaties die de hele tijd lopen te gillen. Nee. Van, oh, wat erg, want de mensen worden uitgebuit. Nee, ja, dat kan, hè? Ja. Dat kan. Ik ontken ook zeker niet dat het zou kunnen. Want het zijn kwetsbare mensen, hè? Overal waar kwetsbare mensen zijn, is uitbuiting. Ja. Overal. Maar je hebt wel daarin Partij van de Arbeidman Martijn Balster, die was hier onlangs in de uitzending wel in mee. Yes. Die noemde zelfs de situatie waarin sommige mensen in Den Haag gehuisvest zijn om vervolgens ochtends vroeg om 5 uur naar het Westland te gaan. Precies. Moderne slavernij. Slavernij. En daarom zou ik je graag willen vragen. Jij komt op voor de belangen van de sekswerkers in het algemeen. Dat is een goede zaak. Op welke manier probeer je dat onder de aandacht te brengen in de gemeenteraad? En vindt dat een beetje gehoor? Ja, nee, op zich. Ik ben natuurlijk altijd zo. Kijk, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Hè. Kijk, ik word gevoed door sekswerkers die super actief zijn. Die hebben geen stem, die gebruiken mij. Maar die gebruiken bijvoorbeeld ook Marije Mossert van D66. Robin Smit van de Partij voor de Dieren. Dat zijn echt bondgenoten. We trekken heel vaak met z'n drieën op. Dus dat wil ik ook hier echt benadrukken. Ik doe dat helemaal niet alleen. Kijk, ik ben wel veel activistischer dan zij. Dus wij organiseren ook demonstraties. We hebben ook sekswerkers op onze lijn. We hebben ook trans of op onze lijst. We hebben ook transwerkers op onze lijst. Wij zijn daar wel heel uitgesproken in. Maar ik vind het wel heel belangrijk om ook zij doen ook echt hun best. Hè, binnen hun marges doen zij ook echt hun best om dat we met elkaar kunnen optrekken. En we hebben natuurlijk geprobeerd om in de coronatijd
daar aandacht voor te vragen. We hebben moties aangenomen gekregen van dat er landelijk veel meer aandacht moet komen op sekswerk is werk. Ik heb zelf een motie ingediend die ik zelf echt heel goed vind. Van in de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld, dat er veel meer aandacht moet komen voor jongeren die queer zijn, weet je wel. Die misschien sekswerk doen, weet je wel. En dat je die niet moet veroordelen, maar dat je daarmee in gesprek moet gaan. Ik ben daar heel trots op. En ik denk wat deze week bijvoorbeeld gebeurde. In Den Haag praten we nog steeds over een prostitutienota. En ik heb gevraagd van kunnen we het gewoon niet hebben over een sekswerknota. Ja. Weet je, want sekswerk is gewoon werk. Kijk, als je het niet normaliseert, dan blijven we gemarginaliseerd. En dat is wel problematisch. En Amnesty, alle mensenrechtenorganisaties hebben ook aangegeven van normaliseer het. Tuurlijk zullen er misstanden zijn, maar om heel eerlijk te zijn, overal zijn er misstanden. Ik heb heel lang in de vrouwenhulpverlening gewerkt. Ik kan je vertellen, op elk gebied is er misstand. Worden mensen onder druk, worden mensen misbruikt, gebeuren er verschrikkelijke dingen met vrouwen, met kinderen. Dat is gewoon zo. Maar als je het normaliseert, dan komt het ook, dan is het ook makkelijker voor slachtoffers om bijvoorbeeld naar de politie te gaan, om een rechtszaak te beginnen, omdat het dan ingebed is in het systeem. Ja, want dat is het nu, op dit moment helemaal natuurlijk niet. Hè? Want je vertelde dat op het moment dat iemand dan sekswerk wil gaan doen, moet met een ambtenaar gaan praten. Is dat eigenlijk een verkapt ontmoedigingsbeleid? Wat ze natuurlijk. Maar geven ze dat ook toe, dat dat zo is? Of zijn dat gewoon de regels? Kijk, wat heel grappig is, zeg maar, er zijn in Almere of zo, weet je wel, kan je gewoon als vrouw of sekswerker, het kan ook een man zijn, trans. We hebben ook heel veel mannelijke sekswerkers. Hè? Dat vergeten we. We denken er heel vaak dat het vrouwen zijn. Dat is niet zo. Er zijn ook heel veel mannelijke sekswerkers. En die niet alleen mannen bedienen, maar die ook vrouwen bedienen. Snap je? Ja, ja. Dus dat is best wel belangrijk. Ook daar is een soort emancipatie. Maar in andere steden kunnen mensen gewoon een vergunning krijgen. Die vragen gewoon een vergunning aan en die krijgen dat. En tuurlijk moet je opletten op misstanden, maar dat moet je in het Westland ook doen. En dat letten we eigenlijk ook niet heel goed op. Hè? Nee. Ik bedoel, in het Westland worden vrouwen ook verkracht, seksueel lastiggevallen, Poolse vrouwen, Romeinse vrouwen. Dus een tijdje geleden is daar een heel onderzoek over gekomen. En daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Dus dat is eigenlijk ook een seksuele slavernij. Ja. Weet je, dat mensen denken dat ze dit kunnen doen. Nou, ik vind sowieso alles, dat is een hele andere discussie, maar alles wat op dit moment in Oost-Europese hoek in het Westland en ook in andere gebieden hier in de omgeving plaatsvindt, waarin je ziet dat tuinders huizen verhuren, waarin 30, 35 man op matrassen de nacht moeten doorbrengen. Ja, ik vind het echt, en ik heb het idee dat daar totaal geen oog voor is. Totaal niet. Kijk, het is wat jij zegt, een hele andere discussie. Maar laten we wel even constateren, we hebben landelijk afgesproken vrije doorgang, hè, want goedkope arbeidskrachten. Maar we zijn in Den Haag niet eens in staat, dat willen we ook niet eigenlijk, dat is eigenlijk de boodschap, we willen die mensen ook niet registreren. Want als die mensen geregistreerd zijn en ze krijgen een schop onder hun kont van een tuinder of whatever, ja, dan hebben ze gewoon recht op sociale voorzieningen. Ja. En dat willen we liever niet. Dus we willen liever uitbuiting in die wijken, met alle gevolgen voor die wijken. Hè, weet je, ook illegale prostitutie.
Dat is gewoon zo, hè. In de Schilderswijk, Stationsbuurt, Laak, whatever, is gewoon ook illegale prostitutie. Nou ja, en ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat de indruk, ik heb hier daar niet de cijfers van, maar de indruk is er in elk geval dat ook in de hotels, dat het daar ook ja, gewoon, ja, sowieso. Gewoon een rammetje kijk, voor de hotels zit met, verdienen, kijk, je moet ervan uitgaan, de hotels, zeker ook in coronatijd, de hotels verdienen gewoon aan sekswerk. En wat problematisch is aan de hotels, weet je wel, is dat we er geen zicht op hebben. Dus we weten niet of het nou een man of vrouw of transwerker is die gewoon zijn werk doet. Of dat minderjarigen bijvoorbeeld worden uitgebuit. Ja, en dat laatste is echt wel. Ik had hiervoor had ik een uur lang de voorzitter van SAR Nederland, Search and Rescue Nederland aan de telefoon. Ja. Die allerhande vermissingen ook hier in de Haagse regio onderzoekt. En ook gewoon fysiek op pad gaat om mensen op te sporen. Ook veel digitaal vermisten op het spoor komt. En die gaf aan dat met name in coronatijd er weer ontzettend veel loverboy praktijken zich voordoen. Echt meer meisjes dan ooit echt in het illegaal circuit verdwijnen. Maar had die man, was het een meneer of een mevrouw? Nee, een meneer en een mevrouw. Ik had twee mensen in de uitzending. Maar, maar hadden zij cijfers? Want het probleem met seks. Kijk, ik heb heel lang in de jeugdhulpverlening gewerkt. Hè, persoonlijk. Met zwerfjongeren gewerkt. Jongeren die in de prostitutie werkten en zo. Dus ik heb best wel een beetje ervaring. Maar wat ik zeg maar problematisch vind aan de landelijke cijfers, is dat ze zeggen, we hebben één ik overdrijf een beetje, hè, om het even zwart-wit te zeggen. Ja, ja. We hebben één iemand gevonden, die één iemand die staat voor 1000 mensen. En dus 1000 mensen worden. Nou, als je gaat doorvragen. Dan blijkt eigenlijk dat de meeste cijfers, als je het hebt over sekswerk, over wie werkt er allemaal in het sekswerk en wie wordt er gedwongen, dan blijkt het eigenlijk allemaal cijfers te zijn die gebaseerd zijn op van horen zeggen. En dat is best wel problematisch. Ja. Want in de bouw in Westland zeggen we niet van hey, we hebben 100 uitgebuite mensen gevonden. Die 100 uitgebuite mensen staan voor 50.000 uitgebuite mensen. Dus 50.000 Polen. Nee, maar dan moet ik er een kleine nuance aanbrengen, hoor. Want zij gaven aan dat het is een bureau dat vermiste mensen opspoort. En die merkte gewoon dat de afgelopen tijd, ook in coronatijd, er gewoon meer meldingen kwamen van ouders, van moeders. Veel die zeiden van mijn dochter is gewoon met een loverboy verdwenen. Ja. En dat meer dan normaal. Dat is gewoon iets wat ze constateerden. En dat waren ook geen tientallen gevallen. Maar het punt is, als ik heel erg mag zijn. Kijk, ik heb ook een dochter van 17. Ik bedoel, als die morgen verdwijnt, word ik ook helemaal gek. Begrijp je? Dus dat snap ik. Dat snap ik. En we moeten zeker die ouders heel goed begeleiden. Daar schort het ook nog aan. Maar laten we eerlijk wezen. Als een moeder gaat zeggen van mijn dochter is verdwenen of mijn zoon is verdwenen, want soms verdwijnen jongens ook. En er is sprake van loverboy. Dat moet wel aangetoond worden. Ja. En het punt in deze casussen is ja, dat dit soort bedoelt, organisaties eigenlijk zeggen, ja, er is sprake van loverboy, maar we hebben het niet aangetoond. Dus aan de onderkant van de streep blijken er inderdaad ook loverboys actief te zijn. Want we moeten vooral niet naïef zijn. Dat is gewoon zo. En wat ik al zei, ik heb echt jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt. Met hele kwetsbare groepen jongeren. Ik zag de loverboys regelmatig, voor mij zo spreken. Maar we moeten wel heel secuur zijn. Want, want dat klinkt heel lekker. Snap je? Het klinkt heel lekker. Maar het gevolg daarvan is dat een hele groep mensen gemarginaliseerd wordt. Een hele groep mensen wordt gecriminaliseerd. Die worden in de marges gedrukt.
Die kunnen geen hulp vragen. Die lopen ook het risico om juist in die handen van die criminelen te komen. Terwijl ze dat helemaal niet willen. Want de meeste sekswerkers willen gewoon zelf werken. Die willen gewoon, wat ze verdienen, willen ze gewoon zelf cashen, zeg maar. Ja. Dus we moeten daar heel secuur... Kijk, en het klinkt... Ja, het gaat meer om normen, hè, dus, dan om feiten. Ja. Wat zou je nou tegen het... dat doe jij natuurlijk al regelmatig, maar als je Makkels is deelgenoot op de radio daarvan. Wat zou je nou tegen het college van BMW willen zeggen als het om sekswerk gaat in de stad? Wat moeten ze nou morgen om 9:00, als ze op het stadhuis komen, gaan veranderen van jou? Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is de toon. Dus sekswerk is werk. Is dat ze stoppen met het criminaliseren. Dus dat ze al die extra dingen die gewone ZZP'ers niet hoeven, dat ze dat gewoon gaan doen. Dus dat ze met die mensen in gesprek gaan. En ze zullen er waarschijnlijk heel erg verrast worden dat sekswerkers hele redelijke mensen zijn. Zorg nou dat sekswerkers veilig kunnen werken op verschillende plekken in de stad. En dan kunnen andere bewoners van de stad, weet je wel, die daar niet per se mee geconfronteerd willen worden, daar ook geen last van hebben. Snap je? Ik denk, als je decriminaliseert, dan zorg je dat mensen niet heel ernstig in de problemen komen. En mensen die denken, ja, ik heb er niks mee, weet je wel. Ik bedoel, het is een onderdeel van de grote stad, hè. Dat kunnen we nooit ontkennen, het is een onderdeel van de grote stad. Maar ik heb er niks mee, dat die mensen er ook verder niks mee hoeven. En al dat gezeur over, we moeten ze even praten, en sekswerk, mensenhandel, dat zijn twee verschillende dingen. Heb jij ook het idee dat het college in deze... En je geeft wel aan van als ze met ze in gesprek gaan, merken ze dat hele redelijke mensen. Maar heb je het idee dat er eigenlijk ook dat ze ook daar eigenlijk helemaal geen contact mee hebben met de sekswerkers? Nee, kijk om heel eerlijk te zijn. Kijk, ik ben oppositie, hè. Ik ben ook heel eerlijk. Wij hebben altijd in de oppositie... Wij zijn altijd tegen geweest tegen de verplaatsing. Maar de verplaatsing was wel een verkiezingsbelofte van de VVD. Ja. De VVD heeft die mensen wijsgemaakt van wij gaan ze verplaatsen. Vervolgens moesten ze natuurlijk met allerlei andere partijen. Nou, daar hebben ze 4 jaar over gedaan. Daar hebben ze volgens mij 6 miljoen over de balk gesmeten. Alleen onderzoek, hè. We hadden al die mensen kunnen helpen, hè. Er waren ook uitstapprogramma's mogelijk geweest, hè? Dat sekswerkers zeiden, nou, ik wil een ander leven. Kan je me helpen? Dat had ook allemaal gekund. Ze hadden allemaal een ton kunnen geven. Dat had allemaal gekund. Ja, nou, het heeft heel lang geduurd voordat de VVD binnen het college overstag ging. Weet je, nu gaan ze een beetje lopen roepen van die twee seksstraten moeten... één worden. Maar de Geleenstraat, die zit natuurlijk helemaal niet te wachten op extra sekswerkers. Dat is gewoon onzin. Weet je wel? Je moet gewoon constateren, een stad als Den Haag heeft naast, weet ik veel, leuke restaurants, theater, amare, whatever, heeft ook gewoon sekswerkers. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar Amsterdam, daar is natuurlijk ook alles wel een beetje uitgekleed. Maar dat hoorde er gewoon bij de stad. Amsterdam zonder... Dat hoort gewoon bij de stad. En in Amsterdam zie je natuurlijk, en in Utrecht vooral, hè, onze burgemeester was burgemeester toen ze in Utrecht rücksichtloos al die woonboten en zo gingen sluiten. Ja, dat heeft voor heel veel leed gezorgd. En dat heeft ook gemaakt dat de prostitutie is sekswerk in de illegaliteit. En dat wil je niet. Nee. Ik bedoel, dat wil je niet. Laten we eerlijk wezen. Kijk, ik snap als mensen zeggen, ja, ik heb er niks mee. Ik wil er ook niks mee te maken hebben. Dat snap ik. Maar wij zijn volksvertegenwoordiger.
En wij moeten gewoon zorgen dat iedereen in de stad een fatsoenlijk leven en een plekje in de stad heeft. Ja, wat ik net aan je wilde vragen, wat je zei, ja? Van op mijn vraag van wat zouden ze morgen moeten gaan veranderen, toen gaf je aan van dat ze als ze met ze in gesprek gaan, dat ze erachter komen dat het best hele welwillende, redelijke mensen allemaal zijn, de sekswerkers. Maar impliceer je daar een beetje mee dat ze eigenlijk wethouder en burgemeester gewoon die mensen helemaal... Maar spreken ze dan die mensen helemaal niet zelfstandig? Ik denk het niet. Om heel eerlijk te zeggen, kijk, we hebben de Doubletstraat. In Den Haag hebben we twee straten. De Doubletstraat, die bestaat al heel lang. En de Gleenstraat, die bestaat ook al heel lang. Ga nou met die mensen... De arbeidsomstandigheden zijn niet optimaal... Dat is gewoon, dat kunnen we gewoon constateren. Hè? Die kamertjes zijn te klein en ze zijn allemaal niet goed. Ga nou eens gewoon kijken als, oké, dit is werk. En waar moeten de bazen aan voldoen? Ga dat nou eens doen. Ga nou eens met die mensen in gesprek. Van wat willen jullie als minimale basis. Dat moeten ze morgen doen. Ja. En dan blijven we houden de Gleenstraat. En dan blijven we houden de Doubletstraat. Ga met de bewoners die daar omheen wonen ook in gesprek. Maar ga samen in gesprek. Want wat er nu heel vaak gebeurt, is dat de bewoners opgezet worden tegen de sekswerkers. Maar ik denk, als ik met sekswerkers praat, die willen heel graag het goed doen voor de buurt. Want dat is ook business, hè? We vergeten heel vaak dat sekswerkers, dat is gewoon hun werk. Dus als het rustig is, als het schoon is, als het veilig is, dat is ook in hun belang. Dus ga nou proberen niet de hele tijd die twee groepen, de bewoners en de sekswerkers, tegen elkaar op te zetten. Maar ga nou proberen. En dat heeft tijd nodig. Begrijp je? Dat heeft tijd nodig. Maar we zijn 4 jaar verder. We hebben miljoenen over de balk gegooid voor iets wat niet gaat gebeuren. Containers op de Binkhorst. Dat ik denk, nee, dat gaat hem... echt niet worden. Ik heb bijna een beetje het idee als ik dit zo hoor. Want de Doublet en de Geleenstraat. Nou ja, goed. Je zou bijna zeggen dat is al jaar en dag. Is dat gewoon een begrip en bekend in Den Haag. Is er niet gewoon. En er was eigenlijk nooit een probleem. Is er niet een probleem gecreëerd? Denk ja, ik dan eigenlijk. Kijk, het punt is. De mensen in het oude centrum. Een groep. Laat ik het zo zeggen. Een groep bewoners in het oude centrum, die hebben aangekaart dat zij heel veel overlast hebben. Er is heel veel aan gedaan. Dat is een groep, hè. Er zijn ook mensen, want die heb ik ook gesproken, die daar al heel lang in het oude centrum, ja. Die zeggen van ja, sorry, ik woon hier. Ik zie dat helemaal niet zo. Kijk, die groep die heel veel problemen heeft met sekswerkers, die heeft vooral een emotioneel appel gedaan van het is echt heel erg dat die vrouwen zich verkopen en bla bla bla. Ja, dat is een ideologische discussie, hè. Dat is niet, zeg maar, kijk, als ik in de gemeenteraad moet ik gewoon kijken van hey, liggen er doden op straat? Om het even heel zwart-wit te zeggen. Liggen er nu elke week doden op straat? Moeten we ingrijpen? Worden die bewoners helemaal gillend gek? Of is het een ideologisch verhaal? Ja. En het, ja, mijn conclusie, ik bedoel, wij hebben maar 3 zetels, hè. Maar mijn conclusie is dat het heel veel ideologisch is. En tuurlijk, het centrum is ook risicogebied, hè, weet je wel. Er zit extra politie op, er zit van alles op. Er zit van alles op, hè. Dat is geen gekkigheid, hè, wat daar gebeurt. De heiteams, de politie komt elke dag langs. Je zou het maar hebben als kapper. Dat er elke dag de politie langskomt. Dat er elke dag de gemeente langskomt. Je checken
of je wel de haren goed knipt. Ja. En ik begrijp die sekswerkers. Die denken van ja, sorry, waarom behandelen jullie ons als criminelen? Ja. Maar oké, okay, het is risicogebied, hè, daaromheen. Ik snap het. En sekswerkers daar zeggen ook van nou, oké, okay, we leggen er ons bij neer. Maar op een gegeven moment is het wel gewoon klaar. Je kan niet natuurlijk de hele tijd mensen marginaliseren. Dan moet er iemand, en ik, Marije en Robin, ik ben altijd heel blij met hun. Ja, wij proberen dat toch steeds te agenderen. En wat nu wel gelukt is, is inderdaad om te zeggen van zullen we stoppen met prostitutie? Dat is echt een achterhaald... Ja, nee, dat werkt niet, want dan jaag je het alleen maar de illegaliteit. En ik denk dat dat echt ontzettend... We willen gewoon het hebben over sekswerk. En mensen hebben hulpverlening nodig. Mensen hebben fatsoenlijke gezondheidszorg nodig. Weet je, als je dit werk doet, moet je zorgen dat je fatsoenlijke gezondheidszorg hebt. Weet je wel. Ik denk dat het tijd wordt dat we zeker sekswerkers gaan respecteren. Ja. En ook faciliteren. Ja. En ja. Dat we dat op een manier moeten doen waarin uiteindelijk iedereen daar zich prettig bij voelt. En wat ik tegen jou wil zeggen, van ik vind het heel belangrijk dat de media, zeg maar, zoals jij, zeg maar, dit ook podium geeft. De 15 december is er een seksdemonstratie, hè, op het Koekamp tegen de nieuwe wet. Hè. Er ligt een nieuwe wet in de Kamer. Die eigenlijk heel veel sekswerk criminaliseert onder het mom van mensenhandel. En sekswerkers, dat wordt ook georganiseerd door sekswerkers, wij ondersteunen dat natuurlijk. 17:30, 15 februari, laat iedereen vooral komen om solidariteit te tonen met deze mensen. En ik denk dat wat jij doet heel belangrijk is. Weet je wel? Dat je het gewoon bespreekt. Dat je gewoon alle kanten, en dat je kritisch bent. Dat je zegt van ja, er zijn ook kinderen die verdwijnen en whatever. Weet je wel? Dat is heel belangrijk. Want er moet gewoon een gesprek ontstaan over dit. Weet je wel? We moeten met elkaar erover praten. En nu is sekswerk toch een beetje besmuikt. We hebben het er niet over. Ja, ik vind het ook wel een beetje bizar, want het is, we moeten trouwens een heel klein beetje gaan afronden, want we krijgen straks. Radio Tonka staat hier in de gang te wachten. Ik ben fan, hè, van weer, de Radio Tonka. Anders ik wel. Dit verhaal is helemaal helder. Mocht je halverwege zijn ingestapt, morgen zet ik het verhaal met Fatima nog online. Spotify, Twitter, Facebook, Instagram. We gaan de hele rambam, we gaan alles met jullie nog delen. Dus dat gezegd hebbende. Tot slot, jullie zitten midden in verkiezingstijd. Jullie kwamen niet heel voortvarend uit de peiling. Maar dat vind je volgens mij helemaal... Daar lig ik niet wakker van. Of maak je daar toch nog zorgen om? Nee. Kijk, heel even dacht ik van, wat? En, maar toen ging ik even kijken. En zelfs toen we 5 zetels hadden, toen werden we nog steeds gepeild op 2 zetels. Oh, okay. Of op 1 zetel. Kijk, de Stadspartij is natuurlijk wel een speciale partij, hè? We zijn anarchistisch, we zitten in de sociale bewegingen. Ah, jullie vallen wel op. Dat is een ding wat zeker is. En het zijn allemaal mensen die niet per se meedoen aan peilingen, weet je wel. Dus ik maak me geen zorgen. Ik denk dat het een hele mooie basis is om toch die 5 zetels te halen. Tot slot, ik heb nog één. Wij kunnen wel echt het verschil maken. Kijk, waarom moeten mensen stemmen op de Haagse Stadpartij? Waarom? In één minuut, we zijn de toekomst. Nieuwe mensen, jonge mensen, vrouwen van kleur, vrouwen, jongeren. Het is de toekomst van de stad. En we kunnen wel de hele tijd achterom kijken, maar dat gaat hem niet worden. We moeten gewoon jonge mensen podium geven en we moeten hen ondersteunen en we moeten hen vertrouwen geven dat zij ook echt de stad kunnen regeren en we moeten hen leren hoe ze dat moeten doen. Dat is waarom je op de Stadspartij moet stemmen.
En die huisjesmelkers, die gaan jullie keihard aanpakken, hè? Mochten jullie helemaal kunnen meeregeren. Kijk, huisjesmelkers, iedereen die niet zeg maar voor de mensen, voor de stad is, ja, die gaan we keihard aanpakken. Kijk, nou, we gaan het allemaal mee. En keihard, hè, want je weet, ik heb kankerduur. Dat blijft. Ik zei vanavond tegen mijn zwager, dat ze echt, die woont in Den Haag en die huurt nogal K, om het zo maar te zeggen. En die stuurde me gelijk ook dat filmpje door van jou. Dus het feit dat je dit nog even gezegd hebt, dan zal die ongetwijfeld even moeten gniffelen. En helaas. Maar dat is het. Kijk, dat is ook Den Haag, hè? Ja, Den Haag is ook op de tong. Ja. We zijn solidair met elkaar. We hebben een goed hart in Den Haag. Maar we zeggen ook waar het op staat. Goed. En dat de elite dat allemaal heel vervelend vindt, ja, who cares? Waarvan akte. Ik wens je nog een ontzettend fijne avond. En wij gaan de vrijmaken voor Radio. Dankjewel. Fatima, ik spreek je. Heel succes. Heel bedankt. Oké, dankjewel. Op naar de 15 zetels. Ja, 5 hè, 5. Okay. Ik hoef er geen 15. Oké, helemaal goed. Dankjewel hè, groetjes. Doeg. Hoi. Dossier Mastenbroek. Op Den Haag FM.